werken. Ja. En dat is de werkelijkheid bij velen. Maar de ene is er echt. Wie nou? Ik ben je het opnemen. Oké. Okay. Ja. Ik wil even nu zeggen, voordat anderen de rechten claimen. Wij gaan dus nu, mag ik de patentenrechten, belangrijk, laten wij dit moment even vastleggen. Wat wij dus gaan doen, is een programma vastleggen. 6 juli 2011. Ja. Wij gaan een programma vastleggen waarin we naar de verschillende geloofsgemeenschappen gaan. En gaan vragen wat zij beloven dat het einde van het leven gaat betekenen. Je hebt het vast. En dat is nog niet eerder uitgebracht, anno nu. En daar gaan wij een programma van. Dus laat dit het bewijs zijn dat wij de eerste zouden zijn met dit idee. Dus zodra de eerste motherfucker met het idee komt, dan claimen wij alle rechten, omdat wij dat in deze gemeenschap hebben bepaald en beslist en besloten. Dus ieder ander die dit idee heeft vastgepakt, die heeft dat via ons gehoord. Dit is ons idee. En dan grijpen we je bij de ballen, ja? En dan pakken we je meet! Omstanders, graag reactie. Ik heb niks bij te voegen. Mats is hier. Ja, en laat me ook even voor de duidelijkheid nog even vaststellen wat we dan gaan doen. We gaan dus naar een kardinaal. We gaan naar een imam. En we gaan naar de Pinkse gemeenschappen. We gaan naar alle geloofsgemeenschappen. En we gaan vragen wat zij ons beloven na de dood. Ja. En op basis daarvan gaan wij stemmen welk geloof wij willen zouden hebben. En wat de kijkers het meest prefereren. En de belofte naar de dood gaat ons geloof bepalen. Nou, ik zie een moslim erbij. Checkie. Ik heb een moslim. Ja, jij mag ook praten. Jij belooft 70 maanden. Jij belooft 70 huidige maagden. Ja, ik beloof 70 maanden. Dan ben ik helemaal moslim hoor. Ja. Vandaag. Alex, maar ik denk dat Mats ook mij later mij nodig heeft. Waarom? Want hij spreekt geen Arabisch. Dus ik moet echt. Ja, jij moet erbij zijn. Ja. Ik ben een tolk. Ja. Ja. Dus eigenlijk, hier in het leven heb je mij nodig. En ook naar de dood heb je mij nodig. Ja. Dus wij zijn eigenlijk gekoppeld aan elkaar. Want dan zit ik dadelijk met die 70 maagd en dan kan ik niks vertellen. En dan moet hij vertellen wat ze allemaal doen. Doe je kleren uit en ze begrijpen dat niet. Ja. Maar, nou, dus wij moeten wel samen naar het hol van alle Arabisch. Doe je kleren uit. Niet aan het Arabisch. Doe je kleren uit dan. Nou, eigenlijk, weet je wat het is? Hij bracht mij ook weer bij nu in het idee. Mooi idee trouwens. Ik probeer eigenlijk schoonmaak te beginnen hier in het leven. Mm-hmm. Maar het lukt me niet, of het gaat nooit lukken. En ik denk, na de dood, toch maar 70 maagden. Behoorlijk wat schoonmaken. Behoorlijk wat schoonmaken. Ik denk het zo, dat ik daar eigenlijk centjes ga geven. Edwin, je bent vrij stil. Jouw toe niggles, zeg maar. Ik haal een beetje dus wat ik net heb al. Sorry, ik ga even naar je Dalí schilderijen, want als je daar dood bent, dan is er een aantal zijn er voor ons. Ik dacht hij mag alleen maar de voorhoofd, maar. Nee, ja, ik kan wel even zoomen, maar dat ga ik even niet. Interessanter hier is het feit dat Lotfi dus eigenlijk gewoon dadelijk in de hemel een schoonmaakbedrijf gaat beginnen voor natte wijven. Ja, mijn natte wijven. Voor Mats zijn natte wijven. Ik zeg, laten we hierbij besluiten.